ben vandaag op bezoek bij Wilfried van Huizen. En Wilfried is slagwerker. We gaan naar binnen. Eens kijken wat ons te wachten staat. Dag Wilfried. Hoi. Jij bent slagwerker. Slagwerker, ja, drummer zeggen we eigenlijk. Ik ben gewoon een popdrummer. Hey, en Wilfried, eventjes, vindt jouw vrouw het goed dat je zoveel lawaai maakt? Jawel, het is lekker geïsoleerd hier, dus we zitten allemaal rondom andere garages. Dus daar heeft eigenlijk niemand last van. Hey, vertel eens, wat is er nou leuk aan slagwerk? Je hebt volgens mij voor slagwerken stel trommels. En dan sla je om beurten op zo'n trommel en je hebt een stel bekkens, heten die dingen. Ja. Wat is er nou leuk om slagwerk te spelen? Nou, je geeft toch een beetje de bottom en de groove aan een nummer. De groove? De groove is eigenlijk gewoon het ritme. Hè? Het ritme. Wat zit er allemaal op een gemiddeld drumstel? Nou, in principe heb je altijd een snaartrom, zei je al. Snaartrommel, de basdrum, dus de lage tonen, de diepte in het... Ik zag iets. Heb jij een gehoorapparaat in? Of ik zag in je oor net iets? Ja, ik heb de oortjes erin, ja. Het is toch wel... Je moet toch wel voorzichtig zijn. Oh, je hebt oordopjes in? Oordopjes, ja. Voor je beschadiging, je gehoorbeschadiging. Erg belangrijk voor een muzikant. Even elke muzikant. Ja. Of als je naar een discotheek gaat. Hé, maar die trommels, je zei net deze. Dat is een snare of een snaardrum. Ja. Hier zit een snare. Dus die maak je dan los. Die kop je los. Ja. Dan sluit die aan. Ja. En speel eens wat. Dan heb je dus de bassdrum. En de snare, dat zijn eigenlijk de belangrijkste, de 1, 2, 3, 4. En wat noem je? Je hebt het over bassdrum, voor de mensen die dat niet weten. Wat is een bassdrum? Nou, de bassdrum is het basgeluid. Dus oh, die grote trom. De grote trom, de lage trom. De hoempa in de harmonie. In de harmonie, de grote. En dit geef je eigenlijk de maatsoort aan, hè? Dus de hi-hat noemen ze dat, hè? De hi-hat. Hoed, hè? De hoed, die kan wel meer. Hey, als je dat ding omhoog doet, klinkt die anders. Dan klinkt die anders, ja. Dus je kunt heel mooi variëren in je geluid. Ja. Kun je hem even alleen omhoog houden? Kijk hoe die dan klinkt. Ja. Oh. En nou naar beneden. En dat doe je om de beurt. Ja. Ja, dan ga je even naar de andere kant om het andere ritme. En dan krijg je wat meer open ritme geluid. Dat komt dan weer een beetje uit de jazz. Want de hi-hat is redelijk nieuw. Dat bestaat nog niet zo lang. Wilfried, bedankt voor de uitleg. Nou weet ik waar die aparte dingen verdienen. Kun je een stukje laten horen? We gaan er wat proberen. Ik ben geen solo drummer, hè, dus maar even een klein stukje. Wilfried, we zijn weer terug. Was een mooi stukje. Ik snap nou waar een ritme voor nodig is. En oordopjes, ja, die had ik niet in. Ik had het geluid even ook een beetje zachter gezet van de camera. Wilfried, maar ik heb jouw naam gehoord als drummer. Maar daar staat ook bij Itati. En dat zegt mij eigenlijk niks. Kun jij mij vertellen wat Itati voorstelt? Ja, Itati betekent Is That All There Is. Dat is een afkorting. En wij zijn een klein groepje mannen en vrouwen die muziekavonden organiseren. Zowel huiskamerconcerten als één keer per jaar een groot event. Met als doel om uiteindelijk wat geld op te halen voor een aan te wijzen goed doel. Elk jaar maken we bekend welk goede doel dat is. En een lokaal gebeuren wat gewoon met een klein bedrag gewoon prima geholpen is.
Dat is Itati. Ja. Wij organiseren huiskamerconcerten, 4-5 keer per jaar. Gewoon in klein verband met prima artiesten. En dan ga je met je drumstel daar naartoe? Nee, zelf speel ik er niet. Ik speel zelf in een andere band, in een coverband. Ja. En we hebben wel vaak de artiesten begeleid die optraden op die grote avonden, zeg maar. Maar dat nam wel veel tijd en veel voorbereidingstijd. En we zijn daar vorig jaar mee gestopt. En nu hebben we andere begeleiding gevonden in de vorm van het Nijmeegs Amusementsorkest. Hé, maar eventjes dat ik het goed snap. Itati is dus een groep enthousiaste muzikanten, enthousiaste mensen, waar jij dus ook deel van uitmaakt. Ja. En jullie willen eigenlijk jonge mensen, zeg maar, de kans geven om muziek te maken. Ja, we geven de kans. Mensen die er vaak zeggen van, nou, ik zou dat wel eens willen doen, optreden voor een publiek. Of het is niet in de vereniging, maar het is natuurlijk wel een paar honderd mensen die in de zaal zitten. Ja. Kan ik die drempel nemen? Durf ik dat? Ja. Dus van huiskamer, schuifdeur, badkamer, zanger naar het podium toe. En we geven de mensen daar de kans, om ook inclusief repetitie, om daar toch een iets leuks neer te zetten. En dan met alle familie en vrienden komen kijken en een hapje en een drankje. Oh, dat is leuk. Ja. Ja. En hoe lang doen jullie dat al? Nou, we doen het eigenlijk al een jaar of zeven. We zijn ongeveer in het zevende jaar. Dus bij jullie groeit nieuw talent? Nou, nieuw talent is dan nog een beetje. Het is toch wel. Nee, maar je geeft ze wel de kans. We geven wel iedereen de kans. Iedereen kan zich inschrijven tot bepaalde aantallen. Ja. En dit jaar hebben we in ieder geval ruim 15 artiesten die wat willen gaan doen. Uit allerlei hoeken van de Nijmegen en omgeving. Hey, even een moeilijke vraag. Heb je zelf kinderen? Ja, ik heb zelf ook nog twee kinderen. Ja. Dat is geen moeilijke vraag, maar dan nou komt de moeilijke. heb jij die kunnen stimuleren dat ze iets aan muziek doen? Ja, ik denk het wel. Ja. Mijn zoon die speelt de bas bij een bandje. Zo. Met vrienden, met soortgenoten. Wilfried, ik hoorde je net zeggen dat je jonge mensen dus een podium geeft. En ik hoorde ook het Nijmeegs Amusementsorkest noemen. Ja, ja, op een bepaald moment, we hadden allerlei vormen van begeleiding bedacht. En met een andere coverband, of wat ik zei, mijn coverband deed dat vroeger ook. Ja, het werd toch steeds moeilijker ook om mensen enthousiast te maken. En we kwamen dan in aanraking met het Nijmeegs Amusementsorkest. Hebben we een keer gezien. Je ziet ze vaak optreden in de stad. Ja. En we hebben ze benaderd. En na een jaar hebben we toch eigenlijk een datum kunnen plannen. Waar het orkest zich kan inzetten. En ook repetities kan voorbereiden voor die avond. Dus de Nijmeegse jongelui die willen en kunnen en durven zingen. Die worden begeleid door het Nijmeegse Amusementsorkest. Ja, dat is een heel mooi en heel bijzonder iets. Wie zou dat nou niet willen? Ja. Om met een geweldige big band. Ja. Gewoon lekker op te treden en je liedje te doen. You don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's worth En 16 maart is dan uiteindelijk de voorstelling. 16 maart, waar is die? Het is op het Limos terrein, ja. Dus bij de kazerne. Ja. Dus de oude officiersmes, de Parel. Wat nu onderdeel is van de basisschool daar. En die gaan we helemaal inrichten als een soort concertzaal. Concertzaal, dancing. Gaat allemaal mooi uitzien met licht en alles erop en op. Oh, daar kom ik ook bij als dat goed is. Daar kom. De camera mee.